Oké, welkom terug. Ik heb even de bovenkant van het raam gemaakt hier en ben daar wat tegengekomen waardoor ik denk dat jullie misschien wat vragen hebben. Het is heel moeilijk te zien momenteel even, dus wat je ook kan doen, waar je de backface culling aan kan zetten bij shading, heb je ook een optie ambient occlusion. En ambient occlusion is meer contactschaduw, dus overal waar, waar twee punten samenkomen, volgt een kleine schaduw. Als ik op Ambient Occlusion druk, zie je ook dat het nu wat duidelijker wordt waar nu precies mijn object zich bevindt. Een duidelijke representatie geeft wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Wat je ziet, heb ik dus de bovenkant van het dak gemaakt. Of de bovenkant van het dak, de bovenraam gemaakt. Ik heb daarvoor eerst de zijkant, dus een zijkozijn geëxtrude op dezelfde manier als de onderkant. En heb daarvoor ook nog weer een tussenlatje gecreëerd. En ik denk dat we daar even laten zien hoe dat nou precies in elkaar steekt. Dat gaan we doen door middel van het maken van dit kozijn, waarbij er twee ramen tussen zitten en een klein tussenlatje. Het is eigenlijk op dezelfde manier, dus daarvoor selecteer ik eerst weer mijn huis. Ik selecteer weer de edge loop die ik nodig heb daarvoor. Shift D. Dat is allemaal hetzelfde om te duplicaten. P om separate from selection. Gaan we uit edit mode. En probeer ik vervolgens even kijken in outline. Die heet waarschijnlijk huis 1. En daar is hij. Zo heet hij. Dus laten we dat weer een naam noemen. Raam. Raamkozijn. Raamkozijn. 2. Voor de twee raamkozijn. We weten dat het raamkozijn is voor de twee ramen hier. Ik zie ook dus weer dat ik hier nog raam boven heet eigenlijk het is eigenlijk het raam zelf. Raam boven 2 en raam boven 1 is dus mijn raamkozijn. Eveneens als raam boven dit. Raam boven 002. Dus raam boven 1. Goed, nogmaals benoem je. Dit is voor tutorial het doeleinde, dus ik zal niet alles gaan benoemen, maar zorg ervoor dat je eigen model zoveel mogelijk goed benoemt, zodat je alles weer terug kan vinden. Ik selecteer dus even weer het raamkozijn of de edges daarvoor. Ga in edit mode. Selecteer al mijn edges. Op A te drukken. Controleer of ik het allemaal heb op G te drukken. Dat heb ik. Dus ik klik weer rechts om te deselecteren, zodat het raam weer terugflipt. En nu gaan we eerst weer op E drukken en vervolgens S om het raamkozijn te scalen. Ga even weer naar de front view. Om te kunnen zien hoeveel ik hem moet schalen. Dat is ongeveer prima. Mocht het zijn, ik had net met de zijkant van dit deur, toen ik hem scaleerde, dat hij op deze manier schaalde. Mocht dat voor jou zo zijn, dan kan je altijd nog weer dus schalen zoals je in de beginnerserie hebt geleerd. Schalen over een bepaalde as. Dus ik wil nu alleen maar schalen over de z-as om hem omhoog te schalen. Dus mocht je daar problemen mee hebben, kun je dus de assen aanpassen waar je het wil schalen. Goed, zoals we dus zien in ons voorbeeld, hebben we hier tussen deze twee ramen hebben we nog een latje. Hoe krijgen we die erin? We hebben hier toevallig al, doordat het model zo gemaakt is, hebben we al een extra edge hier. Dus we willen zorgen dat we daar een extra edge creëren. Dat doen we dus weer door Ctrl-R in te drukken. Of bij de toolstep Loop Cut en Slide. En vervolgens voeg ik één onderaan toe. Ik klik links, of ik klik links inderdaad om toe te voegen. En rechts om daar neer te zetten. Eveneens boven, Ctrl-R. Klik één keer links, dan rechts. En dan heb ik mijn twee edges daar. Nu staan ze alleen om een hoek. Dus ik wil ze schalen. Ik wil ze scalen over de X. Zodat ze allebei uitgelijnd worden tegenover elkaar, evenwijdig aan elkaar. Dus ik druk Alt in
En selecteer deze edge om alle edges te selecteren. Eveneens met de andere edge. Dus we nu, als ik even solo door op de backslash te drukken, op de numpad slash. Als ik nu dus even inga in wireframe mode, om het wat duidelijker te maken voor jullie. Als ik nu op S druk en ik druk op X, om de X-as vast te leggen, en ik druk op 0, zorg ik ervoor dat ik de edges schaal, zodat ze op de X-as uitgelijnd worden. En zijn ze precies onder elkaar. Eveneens met de andere kant doe ik dat ook. Ik hou Alt vast en ik druk op die edge. Shift-Alt om de onderste edge te selecteren. Druk weer op S, X, 0. En nu weet ik zeker dat mijn edges precies onder elkaar staan. Nu is het nog een kwestie van de juiste dikte bepalen. Dus ik kijk ongeveer even, ik denk dat, nou, dit is weer dus even op het oog. Je kunt lengte eraan zetten om precies te weten hoeveel ruimte daartussen zit. En ik ga nu even uit van een ruimte van ongeveer 3 centimeter. Vervolgens shift selecteer ik weer al die edges, dus shift alt. Vervolgens heb ik deze edges geselecteerd en nu verplaats ik ze over de x-as ongeveer het midden. Ik vind dat daar ongeveer het midden zit. Nogmaals, dat is ook weer gewoon naar eigen keuze. Nu hebben we deze twee edges nu gecreëerd. Nu moeten we dus een balk aan de zijkant of de balk hier tussen creëren. Hoe doen we dat? Daarvoor kunnen we deze edge selecteren. Ik ga weer uit face mode. En ik zie ook weer dat ik de normals hier nog verkeerd heb staan. Dus dat doen we zo meteen ook. Ik shift selecteer die onderste edge. En deze willen we nu naar elkaar verbinden. En daarvoor is de sneltoets, dus Ctrl E. Als we Ctrl E drukken, krijgen we een nieuw venster. En dit zijn alle opties die we kunnen gebruiken voor edges. Zoals hier bovenaan zie je ook dat die voor edges toegepast wordt. En dan willen we kiezen voor Bridge Edge Loops. Dus we willen zorgen dat we een brug creëren tussen deze twee edges. Als we daarop klikken, vult hij de faces daar. En dat is precies wat we wilden creëren. Dus nu hebben we twee openingen. Vervolgens ga ik eerst mijn normals even resetten. Dus ik druk op A om te deselecteren. Nog een keer op A om alles te selecteren. Gaan we naar Shading UV's, Recalculate. En dan ziet mijn model er verder goed uit. En vervolgens ga je gewoon weer net als bij de andere ramen. Selecteer ik al mijn edges rondom. En ik druk op E. Ik wil extruden door over de Y-as. Dus ik druk op I. En ik sleep ze naar achteren toe om dikte te geven. Ik zet mijn length even weer uit, dan staat hij in de weg. En vervolgens hebben we daar onze raamopeningen. Laten we even naar onze foto toe gaan. We zien dat we daar de raamopeningen hebben. We zetten ook nog de ramen inzetten. Dus op die manier kunnen we gewoon weer zeggen wat we nu geselecteerd hebben. Selecteren we de twee binnenste zijdes. Dus we hoeven niet altijd alles te separaten van elkaar. We kunnen ook zeggen we gaan nu scalen. Excuses, we gaan eerst extruden. Dus we drukken op E om te extruden. Vervolgens klikken we rechts om alles weer op de positie neer te zetten en we scalen vervolgens daarna weer. Als we dus nu even in de front view kijken, zien we dat dat niet helemaal goed gaat zoals we willen. We kunnen ook schalen vanuit hun eigen individuele origins. En we kunnen dus kijken vanaf onze 3D-cursor, allerlei verschillende soorten. Als er automatisch staat op medium point, dat betekent dat staat tussen het midden van het geselecteerde objecten. We willen dus nu dat ze via hun individuals selecties schalen. Dus ik heb nu hier een individuele selectie en daar een individuele selectie. Als ik nu dus op S druk en ik scalen ze vanaf hun eigen individuele selectie. Dus eén scaled vanaf hier, de ander scaled vanaf hier. Dus we schalen. We willen dus weer dikte creëren. Zoals ik net al zei, we zien dat de zijkanten minder snel scalen als de boven- en onderkant. Dat kunnen we dus weer aanpassen door de waarde, de x-as of de y-as daarvoor te gebruiken, of de z-as bedoel ik.
Dus we schalen eerst, zodat we de zijkant van onze ramen de juiste grootte hebben. Vervolgens schalen we weer, druk op S. En vervolgens zorgen we ervoor dat de Z-as gebruikt wordt om te schalen. Vervolgens kunnen we weer extruderen over de Y-as. Weer een beetje naar binnen toe. En daar hebben we de ramen. Dus we kunnen ook het gewoon blijven schalen en extruderen zonder te separeren, dus zonder het aparte selectie van te maken. Ik druk op F om deze selectie weer te vullen. En dit zijn onze ramen. En deze ramen willen we wel losmaken, want die willen we straks weer los unwrappen en een reflectie de texture in Unity geven. Dus ik druk op P voor separate. En ik kies selection. Ik ga even uit edit mode. Selecteer mijn ramen. En ik sleep ze naar voren. Het maakt niet zoveel uit dat de ramen nu bij elkaar zitten, want we gaan de ramen allemaal straks weer allemaal aan elkaar vastmaken. Zodat we dat in één keer kunnen texturen en één keer eenzelfde texture aan kunnen geven. Willen we nog één ding doen. We willen de ramen selecteren en we willen ons kozijn selecteren. En we willen die, zoals we zagen in ons plaatje, willen die een beetje naar buiten hebben. Eveneens met deze ramen. Het is soms bij Max een beetje, of bij Blender is het soms een beetje lastig om iets te selecteren. Dus zorg ervoor dat je G indrukt, dat je direct even ziet wat je selecteert. En vervolgens rechtsklikt om weer uit je selectiemode te gaan. Zoals ik zie wil ik deze ramen iets verplaatsen. Dus ik druk op G. En ik wil ze in de Y verplaatsen, dus ik druk op Y om ze aan de Y vast te zetten. Ik wil ze een klein beetje naar binnen doen. Als we ons plaatje even tevoorschijn halen, kunnen we ook zien dat hier de ramen. Nee, staan ook een beetje naar buiten. Dus laten we ons raam een beetje naar buiten zetten. Dus op die manier kan je van één raamkozijn kan je meerdere raamkozijnen maken. Zodat het. Zodat het volgens het plaatje klopt. Dan zien we nu de bovenste ramen. En het onderraam. En vervolgens gaan we nu met de deur bezig. De deur gaan we in de volgende video doen. Dus zie je graag dan weer terug.